De Rotterdamse skyline zal binnenkort een nieuw icoon rijker zijn. BAM laat de komende jaren op het Rotterdamse scheepvaartkwartier de Zalmhaven verrijzen. Eén woontoren van 215 meter, geflankeerd door twee woongebouwen van 70 meter hoog, maakt de Zalmhaven de hoogste woontoren van de Benelux. Om het totale proces tot in perfectie te beheersen, maakt BAM voor de bouw van de Zalmhaven gebruik van de nieuwste digitale technieken. Digitalisering levert een hele belangrijke bijdrage bij voor de Zalmhaven. Wij gebruiken moderne technieken zoals BIM al vooraf om het project te realiseren. Bij het ontwerpproces zijn we al met de veiligheid bezig. Niet alleen tijdens het bouwproces, maar dat speelt ook een rol later in de exploitatie of voor de bewoners die uiteindelijk in een veilige toren moeten wonen. Alhoewel de digitale omgeving niet meer weg te denken is in welk project dan ook, begint het eigenlijk gelukkig nog analoog. Het begint met ideeën eigenlijk op schetspapier te zetten door gewoon met grove potloden te schetsen en te doen. En pas gaandeweg eigenlijk gebruiken we dan eigenlijk door een computer om ons te helpen te ontwerpen. En zowel aan de conceptkant, maar ook later in detail. Digital construction is meer dan building information modeling en modulair bouwen. Zo worden er ook technologische innovaties toegepast als robotics, 3D-printing, virtual reality en augmented reality. Met deze tools en processen krijgt BAM inzicht waardoor er meer uit samenwerkingen wordt gehaald en de veiligheid en efficiëntie van projecten wordt vergroot. Alle partijen werken in BIM. Ze selecteren daarin ook hun objecten. Dus bijvoorbeeld welk type toiletpot komt erin, welk type rooster wordt er toegepast. Doordat we al die informatie die daarvoor nodig is tijdens het ontwerpen in het BIM-model erin zetten, is het eruit te halen zodat we het buiten, op het moment dat we het willen gaan bouwen, de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking hebben. Tijdens een coördinatiesessie hebben we altijd een BIM-coördinator die helpt met de modellen op de juiste manier tevoorschijn toveren. Die heeft van tevoren al gekeken van, goh, waar zitten alle aanlopers? Dus die helpt eigenlijk de partijen om op de juiste manier door het hele gebouw heen te lopen. We proberen alle grote knelpunten waar in ieder geval iedereen bij betrokken is, beet te pakken. En vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor de coördinatieuitdagingen. En het mooie is nu we tegenwoordig eigenlijk alles driedimensionaal digitaal in de computer zetten, dat we al veel eerder en veel vroeger ook zelf als architect ondanks ons getraind oog veel beter kunnen zien eigenlijk wat we aan het doen zijn en hoe we daaraan moeten sturen en hoe we daaraan voor moeten geven. Tijdens de coördinatiesessies voor de installaties zijn alle installateurs aanwezig. Daarnaast nodigen we ook bijvoorbeeld de architecten uit van bijvoorbeeld de mid-rise of de high-rise, net welk onderwerp we behandelen. En de constructeurs die over dat gebouwdeel gaan. BAM past digitaal bouwen toe in alle processen, van ontwerp tot exploitatie. Hierbij worden digitale werkmethoden omarmd en kennis en ervaringen gedeeld met collega's, partners en de branche. Wij houden als architect van bouwen. We zijn geen architectenbureau dat houdt van tekenen en dan eigenlijk de verantwoordelijkheid en de sores van de realisatie graag aan anderen overlaten. Daar willen we een rol in hebben. En we houden van stenen stapelen, componenten verbinden, nadenken over hoe dat moet. En vanuit dat principe verstaan de BAM'en wij elkaar goed en begrijpen we wat we aan elkaar hebben. We begrijpen ook wat de verschillende competenties en verschillende verantwoordelijkheden zijn. En zolang je dat scherp houdt, kan je goed samenwerken en dan kan je iets moois maken samen. Wij zijn niet gebonden aan een bepaalde bouwmethode of aan bepaalde systemen. Wij kijken voor ieder project wat past het beste voor het project, welke methode, etc. En daar zoeken we de partners erbij of we hebben het zelf in huis. Het is natuurlijk zo'n fantastisch project omdat zo'n avontuur is zo hoog. Maar het is ook niet makkelijk om het voor elkaar te krijgen. Hoger bouwen is duurder. Hoger bouwen brengt technische uitdagingen. En gefocust blijven eigenlijk op die haalbaarheid vanaf dag 1 maakt ook eigenlijk dat het juist haalbaar is geworden. En ik denk dat dat gedurende het proces toch wel het meest is teruggekomen. Naast natuurlijk ambitie. Avontuur en ambitie.